right, voor de mensen die Hiking Advisor misschien niet kennen, toch nog eens even kaderen wie we zijn, wat we zijn. We zijn een community in eerste plaats rond het hiken. Hiken gespecialiseerd in het bivakeren. En we hebben een heel eenvoudige missie als bergsportclub, hè, want we zijn ook een club van de Bergsportfederatie. Eigenlijk is ons doel om mensen, gezinnen op pad te helpen om zelfstandig op meerdaagse tocht te gaan. Dat is naar gelang ieders ambitieniveau. Dat kan voor beginners zijn, maar evenzeer voor gevorderden. Dat is ook de reden waarom we vandaag een iets meer aanbod hebben voor gevorderden. Alleszins willen we dat iedereen die deel is van die community, of zichzelf geen deel wil maken van die community, toch op een verantwoorde manier eigenlijk en enthousiaste bergen in kan trekken. Ook om anderen te inspireren. En dat is ook een beetje de reden van vanavond, hè, dat we jullie inspireren om op tocht te gaan. En hopelijk komen er dan ideeën, ook van jullie, om eventueel op termijn eens te delen met de andere leden van de community. Maar wie zijn we vanavond? Vanavond hebben we vier mensen van het Hiking Advisor die graag een woordje placeren. Enerzijds hebben we Annelies Nijs. Zij is achter de schermen al een tijdje bezig bij Hiking Advisor rond de nieuwsbrieven, rond de boekhouding. Maar ondertussen is zij ook tochtbegeleider en is zij haar opleiding aan het afronden als instructeur mountain walking en trekking. Dan hebben we Debbie Sanders. Voorzitter geweest van Hiking Advisor, ondertussen te werk gesteld bij KBF en zeer sportief, ondertussen heel actief in duathlons en triathlons. Zij is International Mountain Leader, gaat ook een van haar tochten getuigenis overgeven. En dan hebben we de mannen, Bart Kaars en ikzelf. Bart is iemand die heel actief blogt, vlogt en die ook achter de schermen bij Hiking Advisor bezig is als Facebook-moderator en webmaster. Hij gaat ook regelmatig op pad en hij maakt ook heel mooie beelden met zijn drone, dus heel tof om zijn blog eens te bezoeken. En dan ikzelf, ik ben ook al een tijdje bij Hiking Advisor als bestuurslid actief, maar ook als instructeur. En ik ben ook bij KBF en een andere VZW die focust op hiken met kinderen, Great by Nature, geëngageerd. Dat zijn wij. Hè. Er zijn nog veel andere mensen die achter Hiking Advisor zitten. Die zijn er niet allemaal bij. Ik heb wel een paar namen gezien die ook aangesloten zijn vandaag. Dus dat is heel fijn. En straks gaan we zeker nagepraat worden. We gaan jullie een aantal getuigenissen geven over onze eigen ervaring met bepaalde gebieden. Dus het kan goed zijn dat jullie misschien nog meer over een bepaald gebied weten dan ons. Maar de bedoeling van vandaag is om jullie te inspireren. En ik mag starten en dan zal Bart een woordje placeren en vervolgens Annelies en Debbie, want we zijn een geëmancipeerde bergsportclub, dus de heren krijgen even voor. Corsica, GR20 en varianten. GR20 is zeer bekend, het is een eiland. De Corsica is een eiland in Frankrijk en de GR20 wordt vaak wel gezegd dat dat de moeilijkste GR is. Je kunt daar over discussiëren, maar het is alleszins een avontuurlijke GR. Hè. Daarom niet de moeilijkste, maar wel een avontuurlijke. En zeker de varianten kunnen het wel boeiend maken. Corsica misschien even schetsen en de GR zelf. GR20 is 185 kilometer lang en als je die aflegt, dan doe je toch heel wat hoogtemeters. Dat maakt het op zich al avontuurlijk. Kan die in twee richtingen doen, van zuid naar noord of van noord naar zuid. Het zuiden is eigenlijk aangenamer om in te lopen. Het noorden is vrij pittig starten. Dus dat is wel niet onbelangrijk om dat te weten. De meeste mensen doen die in een 15-tal dagetappes, maar hoe lager dat je de aantal legt, hoe ambitieuzer dat je dus bent en hoe intensiever het wordt. Sommige mensen doen het op een 10-tal dagen, sommige mensen doen het zelfs op 7 dagen, maar dat zijn dan eerder de trailrunners of de skyrunners. Overnachten kan op verschillende plaatsen via bivak en de refuges. Een wild bivak is daar eigenlijk niet toegestaan. Ze zijn soms wel streng, zeker langs de GR20 zijn ze streng. Maar zoals ik zei, er zijn ook heel veel variantenroutes, dus er zijn routes die niet heel veel belopen zijn en daar is het makkelijker om te wild bivakken. Een wandelperiode van medio juni tot medio oktober heeft een beetje te maken met de sneeuwval die gevallen is in het voorjaar of de vroege sneeuw die valt soms vanaf september. Maar meestal is medio juni tot medio oktober een goede periode om zonder veel risico van de sneeuw en van de slechte weersomstandigheden de tocht te ondernemen. Het is vrij duidelijk bewegwijzerd, alleen lopen er nog andere GR's door het gebied en die kruisen de GR20 en dan moet je opletten dat je de juiste GR volgt. Hè. Je zou de eerste wandelaar niet zijn die de verkeerde GR verder volgt en plots zich in een dal bevindt waar die eigenlijk niet hoeft te zijn.
De wandelpaden variëren eigenlijk van zeer makkelijk, en dan bedoel ik dus echt karresporen tot vlakke paadjes, maar ook evenzeer technische terrein, klauterpartijen, waar je soms 3, 4 meter echt met je handen en je voeten moet klimmen, klauteren. Meestal niet verticaal, maar wel serieus steil terrein. Ook in de afdalingen soms uitdagend, wanneer het blokkenterrein is, dan moet je bijna van de ene blok naar de andere moet springen bijna. Niet altijd even evident. Zeker als je gevoelige knieën hebt, dus zo goed opletten. Wel, dus heel wat hoogteverschillen op een dag. En gecombineerd met de hitte, want het kan daar wel heel warm zijn in de zomer, ja, kan dat soms wel intensief zijn. Dus conditioneel mag je er toch wel een uitdaging verwachten. En ja, voilà. Qua bereikbaarheid, heel veel mensen die vliegen er naartoe. Dat is heel snel, heel effectief. Maar de ferry met een eigen wagen kan ook wel handig zijn via Italië of via Frankrijk. Dan heb je iets meer flexibiliteit op het eiland zelf. Want het openbaar vervoer is er wel, maar het is natuurlijk beperkt in een paar assen. En als je die assen, als je daarvan afwijkt, dan is het zeer moeilijk om je te verplaatsen op het eiland. De hoogteverschillen, ja, die zie je hier even weergeven op een grafiekje. En hier zie je een kaartje hoe dat de route eigenlijk zich door het berglandschap baant. Heel vaak kan je afreizen via Bastia of via Calvi. En dan kan je met de taxi of met de trein in de buurt van Calanzano geraken en dan hier naartoe reizen. Hier in het midden raak je ook heel makkelijk met openbaar vervoer. Er is een trein die tot daar rijdt. En in het zuiden kan je ook buslijnen en bepaalde treinen nemen. Vaak gecombineerd met een taxi of een lokale bus. Het landschap en de natuurlijke bewoners. In het zuidelijke deel van het eiland kan je heel veel wilde zwijnen vinden. Heel vaak worden die ook gekweekt. Dus als je daar worst eet, ja, dan weet je wat je eet, want je ziet het vaak lopen. Dan heb je heel veel dorre bomen, oude bomen, maar wel heel machtig mooie, dikke bomen. Regelmatig meertjes, rotslandschappen. Heel tof om te zien. Heel ruw. Af en toe ook eens een brugje. Soms moet je ook gewoon over steen door het water, maar in dit geval een brugje. Dus mensen bij hoogtevrees verwacht je regelmatig wel een dergelijke uitdagingen. Dit is zo'n technischer terrein, dus het pad slingert zich hier eigenlijk tussendoor. En als het een regenachtige dag is, ja, dan moet je er wel rekening mee houden dat dat zeer glad kan zijn, dat je je enkel wel eens snel kan omslaan. Dit is zo'n hut, een refuge, waar dan de tentjes die zij verhuren langs staan. Dat zijn de meest vlakke terreinen. Hier zie je trouwens toiletten en hier zijn koude douches. Soms zijn die ook verwarmd met een soort van warmteboiler. Maar hoe verder van de hut, hoe desolater je tentje zogezegd staat, maar ook hoe ongelijker vaak. Hè. Want het lijkt alsof dat vlak terrein is, maar het is zeer ongelijk terrein en heel rotsig. Dus het is echt wel een belangrijke ambitie om op tijd aan te komen of je kunt schuin gaan liggen. Want hoe vroeger op de dag, en dan bedoel ik vanaf 1, 2 uur komen daar de wandelaars toe. Wild bivakeren kan zeker, maar opnieuw, het is goed zoeken. Bijvoorbeeld hier hadden wij een tarp tent mee en ik lag hier op een rots, omdat er langs liggen was zeer moeilijk. Heel veel van die graten ook, waar je over kunt. Je ziet die paadjes lopen en zo. Heel tof, die vergezichten, maar dat zorgt er wel voor dat je regelmatig stijgt en daalt op een dag. En dat dat wel grote hoogteverschillen kunnen zijn. Dit is een foto van mijn zoon en daar waren we op een variante. En dat was eigenlijk heel tof. Je kan ook zelfs als gezin heel mooie stappen, tochten stappen. Maar het is wel belangrijk dat je weet dat je heel wat hoogteverschil doet. Dus ook met kinderen goed opletten dat de hoogteverschillen niet te veel op een dag zijn. En dan natuurlijk, om het gemakkelijk te maken, wat links naar een aantal verslagen of naar informatie. Ja. Onze pagina's op onze website zijn heel duidelijk. En ook de specifieke GR20-pagina kan je ook raadplegen. Voilà, dan geef ik graag het woord aan Bart, die jullie iets meer gaat vertellen over het Toepkanscircuit. Bart, veel plezier. Ja, dankjewel, Yannick. Goedenavond allemaal. Zoals Yannick zei, wil ik wat vertellen over Marokko, Toepkanscircuit. Yannick had me eerst ingedeeld bij de lichtere trekkings, maar ik heb gezegd, Yannick, deze dat vind ik misschien toch wel redelijk pittig, zeker de tijd van het jaar dat wij het gedaan hebben met Pasen. Toch een stevige tocht, allee, naar mijn aanvoelen in ieder geval. Marokko, heel mooi land, niet te ver weg, allee, op 3 uur zijn daar, exotisch, dus toffe bestemming om zeker eens geweest te zijn en u totaal onder te dompelen in een andere cultuur. En de Berbers in de bergen, dat is wel een ervaring, kortbij. Dus doen we next.
Een beetje samengevat. Het is ongeveer 100 kilometer. Het hangt er een beetje vanaf hoe dat je uitwijkt of niet. En te doen op 5-6 dagen of korter, zoals je zelf natuurlijk wenst. Tegenwoordig zijn er mensen die trails lopen in een paar dagen. Dus alles kan wat je wilt. Hè. Qua hoogtemeters een klein 6000 hoogtemeters. En het zijn niet zoals je juist bij de grafiek bij Yannick gezien hebt, gaat dat veel op en neer. Dit is op 100 kilometer echt een aanloop naar eigenlijk drie toppen. Dus het is of klimmen of dalen. En aan de passen leg je met Pasen nog heel veel sneeuw. Wel, dus het is soms een beetje uitkijken. Dus je kunt de Toubkal beklimmen onderweg. Je komt die tegen. Maar wij hebben daarvoor gepast omdat er echt heel veel toeristen die van de andere kant kwamen. En dat was eigenlijk het laatste stukje, de laatste 20 kilometer, die vielen ons persoonlijk een beetje tegen. Omdat je van bijna niemand ineens naar honderden mensen komt. Maar het is mogelijk om onderweg ook de Toubkal mee te nemen. Stijgijzers en stokken, die waren zeker nodig. Die kan je ook huren daar ter plaatse in Imlil, in het vertrekstadje. Waar je trouwens heel makkelijk raakt met een soort grand taxi, een busje vanuit Marrakesh. Dus dat is een uur of twee rijden vanuit Marrakesh. Heel makkelijk te bereiken, tof dorpje ook. Je kan overnachten in de Berberdorpjes onderwege, als die er zijn. Die zijn er niet overal. Maar dan slaap je echt voor drie keer niks en heerlijk eten. En dat is plezant. Maar ik denk dat we daar één op die vijf dagen één keer gelegenheid toe gehad hebben. Voor de rest hebben wij gewoon in het wild geslapen. Dat ging allemaal prima, meestal, vooral in het begin. Maar we waren ook vroeg op het jaar. Dus de Toubkal circuit wordt later op het jaar wel ook veel georganiseerd voor groepen. En dan zult je wel meer mensen tegenkomen, veronderstel ik. Zelfstandig is dat te doen, maar de mensen vinden dat daar heel raar. Het zal ook iets commercieel zijn, denk ik, dat ze het liever met gidsen doen. En toen wij er waren, dus een jaar of twee, drie geleden, stond er ook nog, vooral aan de Toubkal-kant, heel veel politie. Omdat er toen nog in de terroristische dingen van toen twee moorden waren gebouwd op hikers. Dus dat was niet zo geruststellend. Maar we hebben er echt niks van gemerkt. Dat is een euro. Kan ook in Brussel of Utrecht gebeuren, zal ik zeggen. Hè. Het seizoen, wij waren er met Pasen. Dat was vroeg, denk ik. Allee, het was net op randje. Dus je moet zeker rekening houden met het weer, de sneeuw, lawinegevaar en je bevragen. Al is dat niet zo gemakkelijk daar. Want als je je gaat bevragen, dan moet je er 100% zeker van zijn dat ze zeggen het gaat niet, je moet een gids nemen. Dus het is een beetje zoeken en kijken wat je doet. Ja. De volgende. Het is dus niet bewegwijzerd, maar met een kaart. Ze hebben een kaart. Wij hadden een Spaanse kaart gevonden. Op 41.000. Maar eigenlijk is het niet al te moeilijk. Met een GPX is het helemaal niet moeilijk. Allee, dikwijls kun je niet veel kanten op en is het pad volgen. Of door de dalen of recht ja, de berg op. Dus op zich viel dat wel mee. Als je de grafiek beziet, dan zie je dat je eigenlijk maar drie keer wandelt naar de top. Dus van een goeie 1700 meter naar een 3700 afdalen. En vooral de laatste, dat is een hele lange aanloop. Tot boven en dan terug dalen. Dus ja, het is een morgen van laag. Veel meer zit er niet tussen. Maar ça va. Dus ja. Over het algemeen zijn de mensen heel gastvrij, maar je moet wel een beetje kunnen pingelen en afdingen. En als je tent opzet, komt er altijd wel iemand aan die dan, dan is het zogezegd zijn stuk grond of die is daar parkwachter of. Het is altijd een beetje chagrijn. Je krijgt er wat munt thee bij en zo. Niet te druk in maken. En dan raakt het altijd wel opgelost. Want dus, soms is het een beetje gedoe. Je moet er een beetje mee om kunnen. Ik heb er zelf niet zoveel problemen mee. Maar mijn maten die werden er soms wel een beetje zenuwachtig van. En ambetant. Van, er is er weer een. Maar over het algemeen was de sfeer heel goed. Dus dat viel wel mee. Ja. Ik heb een volledig verslag staan op mijn website, waar je alles nog eens kunt nalezen. Als je met een gids wilt gaan, wat ook perfect kan in groep, als je daar beter bij voelt,
Dan kun je best bij de gids in Imlil, kunt die online contacteren. Het zijn heel bekwame gasten, we zijn er ook mensen tegengekomen, heel vriendelijk. Dus als je het niet zelfstandig wilt doen, is het nog perfect mogelijk om te doen. En ja, blijft even mooi. Hè. Voor de rest, voor wie de GPX wilt, heb ik nog een linkje gezet. En nog een filmpje waar je kunt op doorklikken voor eens te kijken of wat impressies op te doen. Voilà, ik denk dat dat zover mijn voorstelling was. Dankjewel Bart. Ik ga nog even iets vertellen over Snowdonia. Sommige mensen zullen zeggen, wat Snowdonia, dat is toch niet zo hoog en zo. Ja, dat is waar. Dat is helemaal zo hoog niet, maar het kan wel uitdagend zijn. En dat heeft vooral met de weersomstandigheden te maken. Het is een streek in Wales, Groot-Brittannië. Het is een heel toeristische top, de Snowdon. Daar kun je ook met een treintje op geraken. Daar kom je bij een spreek je bomma tegen die met het treintje naar boven gaat en die daar het toeristencentrum een teken gaat drinken en die dan weer het trapjes naar beneden pakt of het treintje naar beneden pakt. Maar evenzeer kun je op die top geraken via heel mooie technische circuits. Er zijn heel verschillende routes naar die top. Naast die top zijn er nog heel veel andere toppen, fels of hoe je het ook wilt noemen. Heel tof om te doen en sommige zijn zeer, zeer desolaat, terwijl andere heel, heel toegankelijk zijn omdat ze vlakbij een weg liggen ofzo. Het mooie eraan is dat je eigenlijk heel leuk over kammen en toppen kan lopen, maar dat het ook heel ruw terrein is. Heel rotsig, heel smalle paadjes, soms met een voet breed en ja, door de wind en de regen en andere omstandigheden kan het wel eens een uitdaging zijn. Er is geen markering, dus het is soms in de mist heel moeilijk navigeren. Dus als je niet kan navigeren, pak dan zeker een GPS mee en voldoende batterijen. Zorg dat je GPX er goed op staat. Want het verschil van 10 meter in de praktijk zou wel eens het verschil tussen wandelen en vallen kunnen betekenen. Zeker in de mist, soms zit je echt geen 5 à 10 meter voor ogen en dan is het wel gevaarlijk. Zeker in het voorjaar en najaar, maar evenzeer in de zomer kun je mist hebben, dus niet onbelangrijk. Gecombineerd met de wind en de regen, hè, de regen die daar valt, dat kan wel eens vanuit dat is vlak langs de oceaan dat ligt, dat kan wel eens hevige wind zijn. En als de regen valt, die valt vaak schuin en die kan wel eens pijn doen, omdat dat gewoon dikke, harde druppels kunnen zijn. Gecombineerd met die wind gaat je ook heel snel kunnen onderkoelen. Dus je moet er echt wel rekening mee houden dat die weersomstandigheden niet een regenbuitje zijn zoals wij dat hier in België kennen, maar dat dat eerder is gelijk een storm die wij in België kennen. Dat noemen ze daar een klassieke regenbui. Dus uw verwachtingspatroon over regen en wind moet je toch wel echt bijstellen. Het nadeel is ook, omdat het, ja, je ziet dat ook een beetje op de achterliggende foto, het is gras en rotsen. Heel veel beschutting heb je vaak niet. Soms kun je achter een rotspartij een beetje schuilen, maar dat is zelden zo. Soms heb je een muurtje of een kleine houten constructie, maar heel, heel weinig beschutting in het algemeen. Dus uw tent, als je gaat bivakeren, moet ook stevig genoeg zijn en moet daar eigenlijk bestand tegen zijn, tegen die hevige wind en ook die regen. Dus als je een tent neemt, pak niet de kleinste tent, pak misschien eentje met een voortent, waar je u kunt omkleden als ze slecht weer geven, want anders dan moet je dus nat de tent hebben. Het voordeel is dat er heel wat jeugdherbergen of herbergen zijn, maar die zijn niet altijd even groot, want ze verschillen in grootte 1, maar 2, ze zijn ook heel snel volzet. Die liggen vaak in de dalen. En voor de rest heb je niet zoveel opties. Een paar B&B's, hier en daar een camping, soms een hotelletje of een pub, maar in het algemeen, als het een beetje fatsoenlijk weer is, dan zit alles vol. Want mensen vinden dat een prachtig gebied. Dat is het meest bergachtige gebied in dat deel van de UK. Dus dat wordt heel gretig bezocht, ook door de lokale bevolking. Dus hou er rekening mee dat de overnachtingsmogelijkheden, ja, indoor, zal ik zeggen, zeer beperkt zijn. Je hebt wel goede luxe en zo. Dat is ook betaalbaar. Ik denk €40 per nacht, zonder ontbijt en zonder avondeten wel. Maar dat is nog te doen. Maar als je wilt kamperen, het kan er wel. Het wordt getolereerd, maar in de zomer vindt men dat niet zo leuk te zeggen op de desolatere stukken van het gebied zit. Dus weet dat wel, dat dat even uitkienen is ook waar dat je tent kunt zetten om een beetje beschut te zitten en om water te hebben. Kien het goed uit. Voilà. Dit is een kaartje, hè. Heb je Wales, Engeland hier. Je moet je eigenlijk voorstellen, hier rechts beneden zou eigenlijk Londen liggen, maar het ligt nog niet op het scherm eigenlijk. Het is wel een stukje rijden vanuit Dover. Hier heb je Snowdon en hier heb je echt het bergachtige stuk. En hier situeren zich eigenlijk de meeste toppen die heel tof zijn om in de buurt van Snowdon te doen.
Dat is ook het meest ruwe gebied. En dan heb je hier nog andere gebieden, zoals Black and Beacons en zo, heuvelachtiger, meer gelijk de Hoge Venen, af en toe een bergje. Dit is echt het steilere, rotsige gebied. Dat is een top van de Snowdon. Hier achterin loopt een treinspoor omhoog. Je kunt je dat bijna niet voorstellen als je hier dat pad volgt of als je hier over die regel gaat. Dat gaat trouwens. Maar die regel zou ik toch wel afraden bij slecht weer. Als je hoogtevrees hebt en als je een zware rugzak draagt, dan zijn deze rode paden eigenlijk al uitdagend genoeg. Zijt je echt een avonturier en zijt je heel staptechnisch in orde en kunt je goed om met klauterpartijen en heb je helemaal geen schrik en kunt je ook goed navigeren, dan is die graad echt een heel avontuur. Trouwens iets wat heel veel Britten gedaan willen hebben in hun leven. Dan komt hier op een glooiing en voor je het weet staat je op die top. Hier is een bezoekerscentrum. Heel het gebied hier links van en rechts van is eigenlijk ook een heel mooi gebied. Voilà. Hier aan die meren kun je eigenlijk wel bivakeren in de rustige periodes. En dat bedoel ik niet in de grote vakanties of in de schoolvakanties. Want anders dan is er te veel beloop en dan vinden ze dat niet zo fijn dat je daar bivakeert. Maar in de winter, in de lente, in de herfst, dan komt dat zo nauw niet. En zeker als je ordelijk bent, dan vinden ze dat niet zo weinig. Voilà, dit is een winterspeeld van Snowdonia. Een rustige glooiing. Maar hier in de vallei hadden we wel een pittige stijging. En hier begon het dan de glooiing die wat zachter te worden. Maar als je dus van de ene dag op de andere naar bijvoorbeeld een ander gebied wilt in Snowdonia, dan gaat je wel omhoog en omlaag een paar keer. Hier ziet je niet hoe hard het waaide. En gelukkig waaide het ook bijna niet. Het was eigenlijk bijna t-shirt weer, omdat de zon eigenlijk wel goed scheen. Het was denk ik 5 à 10 graden, maar door de inspanning had je het warm genoeg. Dit was al een iets mistiger dag of bewolkter een dag. Nog aangenaam. En dit zijn zo'n aantal van die klauterpartijen, technischer terrein in hellingen of bij het afdalen. En daar moet je echt wel goed opletten. Zeker als er een groep is, maar dat gebeurt wel vaak. Groepen die daar ook passeren, het leger trent daar ook. Wij zijn bijvoorbeeld een groep van het leger tegengekomen en eigenlijk die mannen keken naar niks en die huppelden naar beneden. En losse stenen, die vlogen weg. Dus we hebben af en toe wel een opmerking moeten maken tegen die mannen van het leger. Dat eigenlijk niet zo verantwoord was hoe ze dat deden. Maar helaas kom je dus tegen van die losse liggende stenen. En als het nat is, is dat spekglad. Hier zie je al een heel ander beeld. Hè. Hier zie je dat iedereen toch zich al probeert wat te beschutten achter die rots hier. Dat is een groot plateau. Maar denk er ook aan, op de kaart ziet dat er vlak uit. Maar als je dan een tent wilt zetten, dan is zo'n terrein niet ideaal. Ga er maar vanuit dat je heel veel van dat terrein tegenkomt als je boven komt. Dat ziet er groen uit in de verte ook. Maar ook daar is datzelfde als hier met losse steen. En hier zag je dat de wolken opkwamen. Maar helaas hadden we de avond ervoor regen gekregen. En dat was echt ongelooflijk harde wind. Die joeg de tenten die vlogen bijna weg. Als je er niet in lag, dan was je tent heel snel weg. Dus het was echt wel dat je blootgesteld zit aan de weersomstandigheden. Geeft een mooi beeld, maar kan ook beangstigend zijn. En dit is zo'n navigatieuitdaging. Hè? We spreken niet over 20, 30 meter voor ons. Maar hier is een afgrond en daar is een afgrond. Ja, als je niet goed oplet, het vergt veel van u als persoon die navigeren is om goed op te letten. Want hier zie je nog een beetje pad. Maar ja, je kunt je voorstellen dat dit ook een pad lijkt. Dus goed opletten is belangrijk. De valleien zijn vaak rond meren ook. Heel tof. Wel nat aan de voeten soms. Dus ook goed opletten waar je voeten zet. En dit was een uitzonderlijk droge dag. Mooi weer. Hittegolf zelfs. Dan krijg je van die prachtige plaatjes. Voilà. Opnieuw een aantal overzichtswebsites. Waar je wat meer informatie kunt vinden. Ook de weersinformatie kunt je vinden op die website. En dat is echt bergweerbericht op maat van mensen die gaan bergwandelen. Staat de windkracht bij, staat de weersomstandigheden, de regen, de neerslag bij. Ook de uren wanneer dat de wind toeneemt. Allee, heel, heel informatief. En natuurlijk ook onze eigen wandelgebiedenpagina. Voilà, ik geef dan graag het woord aan Debbie. Nu staan de dames. Bedankt, Yannick. We gaan richting het noorden van Europa, de Lingen Alpen, een heel onherbergzaam gebied eigenlijk.
die toch al voor ja, de gevorderde tot heel gevorderde wandelaars is. Een beetje afhankelijk hoe je het invult. Allee, we hebben er een hele lange tocht van gemaakt, van 2 weken. Maar je kunt er ook, ja, bij wijze van spreken, een proevertje van maken en een paar dagen echt de wildernis intrekken. Ja, de volgende slide, Yannick. Dus het is eigenlijk, ja, eigenlijk zijn er quasi geen paden. Dus je bent echt aangewezen op je eigen navigatiekwaliteiten. Er zijn goede kaarten ter beschikking. Dus normaal gezien, de Noorse kaarten zijn heel sterk. Ook qua relief heel duidelijk. Dus het is een kwestie van eigenlijk een beetje je eigen weg te zoeken, je eigen weg te banen. En ja, een heel gevarieerd landschap. Van grassige routes tot blokkenterrein, rivierdoorwadingen. Als je dat niet graag doet, zou ik zeggen, kies misschien beter een andere regio uit. Het is eigenlijk ja, het wandelen puur son. Hè. Dus niks afgeborstelde paadjes, maar zelf eigenlijk een beetje pionieren, zou ik maar zeggen, in het noorden van Europa. Het is boven de Poolcirkel. Hè. Dat betekent een vrij kort seizoen om te wandelen. Juli en augustus zijn een beetje de topmaan. Dan heb je eigenlijk, zeker in juli, heb je eigenlijk geen nacht. Dus als je s'nachts, dat is het voordeel, als je s'nachts naar het toilet moet. Je moet je lampje niet zoeken. Dat is gewoon, je trekt gewoon naar buiten. Allee, in mijn geval was dat gewoon mijn buff naar boven trekken. Want ik sliep al met mijn buff aan op mijn ogen. Een kwestie van een beetje te kunnen slapen. Maar dan, voilà, kijk. Hup, je trekt eigenlijk alles wat je doet. Nadeel van, we waren er ook in juli, dat er ook wel wat meer muggen zijn. Het is ook een vrij vochtig gebied. Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als gelijk in Schotland gaan trekken in dat seizoen. Dat er zeker bij, dicht bij water, dat er wel nog ook wel vliegende beestjes zijn. Nu, wij hadden een beetje geluk en ongeluk tegelijkertijd. Het geluk was, het was een heel slecht voorjaar geweest, dus er lag nog heel veel sneeuw in die maand. Waardoor dat er minder muggen waren, maar de route werd natuurlijk nog zwaarder dan geanticipeerd. Ik had zo'n paar extra lusjes voorzien en dat was toch wel soms iets te ambitieus. Maar we hebben het overleefd, maar kijk. Dus het hangt een beetje van jaar tot jaar af, uiteraard, hoe dat de condities zijn. Aangezien dat er geen paden zijn, zijn er ook geen hutten. Dat kunt u wel voorstellen. Eigenlijk is het een groot schiereiland. Ik ga dat straks tonen op kaart. Waar je eigenlijk van zuid naar noord doortrekt, of omgekeerd, afhankelijk van wat je wilt doen. En je bivakkeert in het wild, uiteraard. Nu, tussenin heb je een soort breuklijn, zeg maar, in het landschap. Waar het er ook, ja, ook beschaving is en een stadje, linksided. Of hoe je het ook uitspreekt in het Noors, ik weet het niet. En daar heb je alle voorziening, zowel bevoorrading. Dus eigenlijk al verwege na een week kun je eigenlijk je volledig bevoorraden. Zowel in een buitensportzaak als in een spulmarkt. En kun je ook een keer genieten van een hotelletje met douchen en dergelijke zaken. Dus dat kan handig zijn om te weten dat geen 2 weken aan één stuk doortrekken is, maar dat je toch ergens halverwege even kunt bekomen. Voilà. En qua bereikbaarheid, dat is vliegen op Tromsø, met overstap in Oslo. Neem je een tijd voor die overstap, dat gaat niet zo vlot als dat je zou denken in een Scandinavisch land. En af en toe kan het wel een keer gebeuren dat er een rugzak ergens blijft hangen. Dus misschien toch voor alle zekerheid, en er zijn dan verschillende mensen die gewoon een rugzak pas de dag nadien in ontvangst konden nemen. Dus misschien is het best om niet meteen een heel strak schema te hebben en die eerste dag bijvoorbeeld te gebruiken om Tromsø te verkennen, wat trouwens een heel mooie stad is om te doen. Verslag, het uitgebreide verslag vinden op mijn website, naast vele andere verslagen van eventueel andere gevorderde tochten. Dus het is altijd een heel epiloog van wat we meegemaakt hebben en daaronder heel veel praktische informatie die handiger is om te weten. De route die wij gedaan hebben is eigenlijk geïnspireerd op een tourski-route die in de winter wordt gedaan. Er is ook een zomervariant. Ook daar, er liggen maar waarschijnlijk is dat een bepaalde uitspraak dat ik nog niet weet. Er is ook een kortere tocht beschreven in het boek van Jolanda Linschoten. Dat is een bekende Nederlandse schrijfster die eigenlijk, als je dan spreekt over gevorderde tochten, verschillende gidsen heeft geschreven. Onder andere over Noorwegen, maar ook Zwitserland en zo, waar je echt inspiratie kunt uithalen. Dus dat kan zeker ook een inspiratiebron zijn om te doen. En Jan zegt, uitspraak pa es po. Voilà. Perfect. Oké, dus waar ligt dat? Dus je ziet heel,
Ja, heel noordelijk. Hè. En rechts zie je eigenlijk een beetje het beeld van de route dat ik in Google Maps heb gemaakt van wat we gedaan hebben. Dus we zijn eigenlijk in het zuiden gestart. De bus ons afgezet heeft letterlijk. En we zijn zo naar het noorden eigenlijk doorgetrokken door het relief. We hebben zelf af en toe nog een keer lusken gedaan. Dus die Eidelingen Po, hè, die blijft iets meer naar rechts soms. Hè. Maar we hebben dan nog, we wonen dan nog avontuurlijker maken. Dus we hebben zo af en toe nog een keer iets zots gedaan. Die dan toch een beetje op het randje was. Dus de Lingenpo is misschien beter om te volgen. En dan voilà, helemaal het noorden uit te komen. En uiteindelijk ook gewoon met de ferry. Zo'n soort voetferry teruggereisd naar Tromsø. Wat super tof was om te doen. Zo tussen de fjorden. Zo terug naar Tromsø en de stad binnenvaren. Dat was echt zalig. Voilà. En dan enkele beelden. Dat is eigenlijk het stadje Tromsø. Dat is één beeld ervan. Het is echt super. Ik vind het eigenlijk echt een leuke stad om te zijn. En een keer rond te dwalen en een koffietje te drinken. En voilà. Dus zeker de moeite waard om daar even te vertoeven. En dan de landschappen. Je ziet hier vrij open landschappen ook. Ook een beetje gekneed door gletsjers uit het verleden. Dus. Voilà, dus meren, bergen, in dit geval nog veel sneeuw ook. De volgende, Yannick. Maar ook heel wisselend terrein, hè. Dus zoals ik zei, geen paden, dus dat betekent dat je zelf je weg moet zoeken. Hè. Soms kan dat heel nat zijn, soms valt dat wel mee. Dus daar moet je een beetje op voorbereid zijn. Hè. Dus, je moet dat niet onderschatten qua mentaal ook, dat wel soms wel zoeken is. Als je dat soort terrein graag doet, geeft het ook een heel veel voldoening om eigenlijk je weg daardoor te vinden. Maar het is uitdagend, hoe dan ook. De zichten zijn enorm. Je zit ook vaak helemaal alleen in dat landschap. Er komt ook niet veel zotten tegen die dat willen doen. En de beloning is uiteraard heel groot als het weer goed is. We gaan een beetje ongelukken met het weer. Het waren goede dagen bij, maar het waren ook heel slechte dagen. Het was eigenlijk uitzonderlijk slecht, blijkbaar, voor de tijd van het jaar. Kijk. Maar desondanks hebben we heel genoten. En zeker als je op die dagen dat dan echt heel schoon is. Je ziet, eigenlijk is het een schiereiland. Dus die fjorden zijn nooit ver weg. Wat ook enerzijds heel prachtige beelden op heeft, maar ook een stukje praktisch is. Want stel dat je ergens toch een uitweg moet zoeken. Dat betekent dat eigenlijk de beschaving... er ligt een weg gewoon langs die fjord. Altijd maar een halve dag tot maximum een dag ver is. Het is niet dat je heel ver van de... Je zit daar eigenlijk in de wildernis, maar aan de andere kant ook niet heel ver van de beschaving. En dat is eigenlijk de afdaling naar linkszijde, dus dat stadje, waar je dan toch een keer een hutje tegenkomt, waar je binnen kunt. Maar dat is wel het enige dat je tegenkomt. Maar altijd leuk om een keer te zien. We hebben ook wel wat toppen beklommen. We hadden ook onze stijgers mee, trouwens, ook omdat we wisten dat er heel veel sneeuw ging liggen. Dat is gewoon, ik moet daar niet veel blabla over vertellen. Dat is een schitterend zicht, uiteraard. En ook goed doenbaar. Dus zeker niet dat dat een alpinist moet zijn om dat te doen. Ja, de doorwading zijn er ook bij. Soms gaan ze een keer diep, dus daarom dat we soms toch voor alle zekerheid onze broek uitdeden. Omdat het echt wel ook van dat smeltwater is. Dat kan net wel heel fris zijn. Dus wij nemen altijd van die surfschoentjes mee dan, met waterdichte zotten. Niet dat die zotten veel gaan doen, maar toch een beetje de kou tegenhouden van dat water. En af en toe, hier gaan we er alleen door, met wandelstokken, ook altijd om de stabiliteit te doen. Soms als het echt te veel stroming is en iets te diep, dan neem je elkaar eigenlijk met de schouders vast, zoals ik nu eigenlijk probeer te tonen. En gaan we zo, zijdelings door de rivier, met de sterksten die de stroming mag tegenhouden. Dat is dus Ivo, mijn man, en ik dan aan de andere kant. En eigenlijk zo zijn ze eigenlijk het meest stabiel eigenlijk om door te gaan. En de stokken zijn dan gewoon uiteraard in de rugzak. Voilà. Dat is het praktische stuk ervan. Eten vind ik dan heel belangrijk. Dus we bevoorraden je uiteraard. We hebben veel dingen mee van thuis ook, omdat we zelf gedroogde voeding meenemen altijd. Maar we hebben uiteraard een paar zaken ter plekke gekocht. En waar we heel content over waren. We hadden kaneelbroodjes. En een soort, zijn ze ook verpakte pannenkoeken met zo'n crème tussen. Ik weet niet, zo echt, dat vult en echt super lekker. Dus zeker een aanrader als je dat ziet in de winkel ter plekke om dat ook te kopen.
Voilà, en dan eigenlijk kwam eigenlijk helemaal het noorden aan. Dat was wat leuk, hè. Als je start in het zuiden en je gaat naar het noorden, ja, dan ga je eigenlijk echt nog steeds naar het einde van de wereld, het einde van dat schiereiland. Ja, en dan zie je nog al die andere eilanden en de zee. Allee, ja, dat was echt. En het begon dan eigenlijk goed weer te worden. Ja, het was echt een zalig gevoel om dat te zien. Heel, heel hard van genoten. Voilà. Dus het was eigenlijk een heel indringende tocht en stevige tocht, maar ja, iets dat blijft hangen ook. En, een aanrader. En eventueel stukjes van te doen. Hè. Je moet het niet volledig doen. Het noordelijke stuk bijvoorbeeld enkel, maar dat kan ook. Dus alles is mogelijk. Bedankt. Annelies, veel plezier met jouw toelichting over Tajikistan. Dat fascineert mij enorm. Dus ik ga heel aandachtig luisteren. Goed, goedenavond allemaal. Ik ga jullie vanavond inderdaad een beetje warm maken over Tajikistan. Ik ga het land er in zijn geheel uithalen. Ik ga niet specifiek één wandelroute gaan uitlichten. Maar ik ga jullie wat vertellen wat de mogelijkheden zijn, de wandelmogelijkheden in Tajikistan. Je mag het volgende kaartje een keer tonen, Yannick. Dan kunnen we een keer zien welke regio's dat we hebben. Tajikistan is een heel klein land, ligt in Centraal-Azië. Is eigenlijk niet echt gekend. De buurlanden China en Afghanistan en Pakistan ligt daar ook in de buurt. Zijn natuurlijk wel beter gekend. Andere buurlanden zijn Oezbekistan en Kyrgyzstan. Het maakt deel uit van de Himalaya's, dat zie je op de volgende slides, is dus deel van een heel jong gebergte. En het is zo dat hier zie je de Pamir, is dus eigenlijk het grootste deel of een groot deel van Tajikistan. Het grootste deel van het land ligt boven de 3000 meter, dus dat wil zeggen dat de wandelmogelijkheden enorm groot zijn. Heel veel ongerepte natuur, desolate natuur. Het is fantastisch om daarin rond te wachten. De natuurpracht is echt fenomenaal. Heel intens, omdat je bijna alleen aanwezig bent. Dat zijn heel vaak geïsoleerde bergterreinen die weinig bewoond zijn. Heel weinig infrastructuur, nauwelijks bewoning. Ook heel weinig andere wandelaars. Dus de natuurervaring, de bergervaring die je daar hebt, is heel intens en overweldigend. Je bent echt alleen in de bergen. Je maakt bijna deel uit van de natuur. De mensen zelf zijn ook heel hartelijk in Tajikistan. Dus de contacten die je daar hebt, maken dat ook een heel mooie bestemming. Het is een heel uitdagende bestemming, dat spreekt voor zich. Het feit dat je daar heel weinig menselijke impact hebt op die berglandschappen, maakt ook dat je eigenlijk min of meer op jezelf bent aangewezen. Er zijn geen wegwezers, je vindt niets terug van padaanduiding. De paden zelf zijn eigenlijk enkel de paden die gebruikt worden door de mensen die daar in de zomer aanwezig zijn. Die paden worden ook niet onderhouden. Dus de natuur gaat daar eigenlijk gewoon zijn gang mee. Als daar erosie is, als daar landverschuivingen zijn, dan is dat zoeken naar het pad om te kijken waar je best verder gaat. Ook weinig bruggen, dus daar ook heel veel doorwadingen. Sommige zijn inderdaad haalbaar om alleen over te steken, maar vaak doe je dat best wel met twee, inderdaad, om zeker te zijn dat je veilig aan de overkant geraakt. Ook inschatten wanneer dat je dat best doet. Vroeg op de dag is dat best altijd wel beter. Zeker als dat van de recht van een gletsjer komt, dan heb je een kleiner debiet en dan heb je toch meer kans om veilig aan de overkant te geraken. Ook geen hutten in Tajikistan, enkel in de Fan Mountains. Ik ga zo meteen een aantal gebieden wat uitleggen. Enkel in de Fan Mountains zijn er één of twee hutten op dit moment al aanwezig, maar voor de rest is het inderdaad dus enkel bivakeren. Dat is wel zo goed als overal mogelijk. Er is eigenlijk maar één plaats, denk ik, dat wij gezien hebben waar het verboden was om te bivakeren, maar voor de rest kijk je gewoon waar je wil gaan staan en kan je doen wat je graag wil. Ook bevoorrading, heel moeilijk. We zijn daar twee keer geweest in Tajikistan en we hebben eigenlijk telkens van thuis uit alles meegenomen. Uiteraard vind je daar winkels, zeker in Dushanbe vind je daar gigantische shopping malls, dus je hebt daar zeker meer dan genoeg mogelijkheden om materiaal te kopen. Maar als je vooral je voeding een beetje wil hoog calorisch, voldoende calorieën hebben en toch niet te veel gewicht, dan is het toch wel beter als je van thuis uit eraan denkt om het een en het ander mee te brengen. Dat maakt het natuurlijk ook lastig, hè, want als je een tiental of twee weken op stap wilt gaan en je moet voor die periode eten mee hebben, dan wil dat zeggen dat je dat ook moet meedragen. Dus dat zorgt weer voor een extra fysieke belasting van de tocht. Klimaat en relief.
Het is een land dat hoog gelegen is. De meeste bergstukken liggen boven de 3000 meter. Dus je moet toch wel rekening houden met hoogteziekte. Dat kan altijd voorvallen. Je kan je daar niet echt op voorbereiden, want je komt eigenlijk vrij snel onmiddellijk op hoogte in de bergen. Dus zeker als je dan een beperkte tijd hebt om te reizen, dan is het een beetje duimen dat je er geen last van gaat hebben, dat je gewoon verder kan gaan. Het klimaat is op zich wel heel fijn. In de zomer is het daar zo goed als droog. Dus daar, grote stukken van het land hebben een landklimaat. Behalve dan de hele hoge stukken, die hebben dan uiteraard een hoge bergklimaat. Maar in de zomer is het daar. Dus wij hebben het twee keer gehad dat we daar geen druppel regen gehad hebben. Wat je daar wel heel veel hebt, zeker als je boven de 4000 meter zit, is dat je heel felle wind kon hebben. Heel ruige wind, die het ook wel... die wel een impact hebben op je wandelbeleving. En zeker ook s'avonds, als je dan s'avonds toekomt, is het niet altijd ideaal om nog buiten aan je tent te zitten, omdat het best wel guur kan aanvoelen. Dus een fantastisch wandelland, heel veel mogelijkheden, maar best wel uitdagend. Zorg dat je goed voorbereid bent. Je moet je niet laten afschrikken, maar je moet inderdaad goed nadenken van wat wil je wandelen. En vooral ook hoe dat je er gaat geraken. Want dat is denk ik toch wel een moeilijkheid in dat land. Dat land is niet, het is nog niet voorbereid. En zeker niet op individuele hikers die gewoon zeggen van wij willen een tocht doen van daar tot daar. De start van uw tocht en het einde van uw tocht is vaak heel geïsoleerd, ver weg van de dorpen die aanwezig zijn. Dus je moet daar geraken en zeker dat vooral als je terug, als je arriveert van uw tocht, moet je zorgen dat je vervoer geregeld hebt om terug naar de bewoonde wereld te geraken. Want als je dan moet rekenen op mensen die dat daar doen, ofwel lukt dat gewoon niet, ofwel ga je echt heel veel geld betalen. Want als de mensen merken dat, dat zij je enige mogelijkheid zijn om je terug te brengen, dan maken ze daar natuurlijk gebruik van. Dus het is zeker mogelijk om daar fantastische tochten te maken, maar denk er wel aan dat je op voorhand inderdaad je vervoer regelt. Er zijn geen kaarten van Tajikistan op dit moment, dus kaartmateriaal is een lastige. Jammer eigenlijk wel dat je dat niet echt kan volgen. Op dit moment, of wij hebben eigenlijk altijd gebruik gemaakt van de tochten van Jan Bakker, die ondertussen ook in een boekvorm zijn terechtgekomen in de Cicerone Wandelgids van Tajikistan. Die geven een heel goede uitleg over hoe dat de tochten eruit zien. En het voordeel is dat je die GPS-tracks er dus bij krijgt bij aankoop van het boek. En die heb je uiteraard echt wel nodig. Zonder die GPS-tracks moet je eigenlijk echt niet vertrekken. Gewoon omdat je niet weet. Je kan er niet altijd op vertrouwen, en dat wil ik er nu wel bij zeggen. Die tracks, ik denk dat Jan Bakker die gelopen heeft 10 of 15 jaar geleden, zal het al zijn, voor een aantal van deze tochten. Het is niet perfect te volgen. Soms moet je echt wel zelf kijken wat de beste weg is. Zeker in de hoger gelegen stukken. Zeker als je een pasovergang wil doen, dan merk je dat dat niet altijd lukt. Maar ze zijn uiteraard u hou vast om te weten waar dat je naartoe moet gaan. Goed, ik zie dat je naar de foto's bent overgegaan, Yannick. Dat is de perfecte timing. Ik ga een aantal foto's tonen van de drie gebieden. Dus in Tajikistan zijn er drie grote wandelgebieden. We beginnen met de Fan Mountains. De Fan Mountains zijn op dit moment het meest toeristisch uitgewerkte gebied in Tajikistan. En ook het gebied waar dat er eigenlijk doorheen de zomer het meeste herders aanwezig zijn die daar de zomer doorbrengen met hun kuddes. Dus daar heb je goede paden over het algemeen. Ga je niet vaak alleen. Je kan daar ook zeker alleen zijn, maar daar heb je over het algemeen goede paden. Je kan daar ook wel één of twee hutten terugvinden. Maar ook hier is het heel erg geïsoleerd. Er zijn een aantal routes die gebruikt worden. Sommige reisorganisaties gaan daar ook naartoe. Daar worden ook al door gidsenbureaus tochten georganiseerd. En dan zijn dat wel altijd dezelfde tochten die worden aangeboden. Vanaf dat je een beetje weggaat van die tochten, kom je ook eigenlijk alweer in een heel desolaat gebied terecht. De Fan Mountains zijn een heel mooi gebied. Heel veel juniper trees, zoals je hier kan zien. Heel veel fonkelende meertjes. Scherpe pieken geven eigenlijk een heel fenomenaal mooi gebied en vrij makkelijk toegankelijk vanuit de hoofdstad Dushanbe, omdat het inderdaad dus al het meest toeristisch is uitgewerkt. Je mag nog hier een foto verder gaan. Dit is ook nog in de Fan Mountains. Je ziet dat dat al wat ruwer is. Dat was al wat meer weg van de gebaande tochtjes die meestal werden aangeboden. Dat was hier bij een afdaling na een pas.
Dan ga ik er kijken naar de volgende foto. Dat is de Zerafshan Range. Die ligt in het noorden van Tajikistan. Dat is een gebied dat er vooral op hoogte vrij groen uitziet. Vrij herkenbaar is aan onze Alpen. Maar het is een heel geïsoleerd gebied. Een heel desolaat gebied. Heel weinig paden. Heel weinig bewoning. De mensen die daar wonen komen eigenlijk nauwelijks in contact met de beschaving. Dus het is een lieflijk gebied. Het doet echt een beetje denken aan de Alpen, maar het is echt wel uitdagend. En je bent daar zeker alleen. Je komt daar geen andere wandelaars tegen. Ook hier moeilijk om er te geraken. Dus je moet best wel je best doen om een auto te vinden die je daar naartoe kan brengen. En ook zeker zorgen dat je vervoer terug geregeld hebt. Wij hadden dat eigenlijk niet geregeld. En wij hebben ongelooflijk veel geluk gehad. Ik weet niet, als we die ene man met zijn auto niet waren tegengekomen, hoe dat we anders waren weggeraakt uit dat gebied. Dat ging een ander verhaal geweest. Het laatste gebied, dat zijn de Pamirs. Dat is het meest gekende gebied, denk ik, voor de mensen die al iets gehoord hebben van Tajikistan, zal dat misschien wel over de Pamirs geweest zijn. Het Pamirgebergte is eigenlijk een hoog plateau. Een heel weidse landschap, zoals je kan zien, ligt wel een stuk hoger. Dat start je direct op die 3000 meter. De uitvalsbasis ligt al op 3000 meter hoogte. Dus de hoogste toppen zijn daar ook in. Fantastisch, ruig, desolaat, maar wel overweldigend. Echt heel mooi, heel pittig met momenten. Ook hier zie je dat er eigenlijk niet veel aanwezig is. Vooral de pasovergangen kunnen hier best wel technisch zijn. En moet je toch wel zorgen dat je staptechnisch ook wat steviger in je schoenen staat. De gewone paden zijn meestal wel haalbaar. Maar als je pasovergangen doet, dit is nog een aanloop naar een pas, denk ik. Maar de volgende foto is een afdaling van een pas, denk ik, als ik het goed heb. Ja. Dat was echt, soms is het echt wel zoeken. Je hebt je GPX en je weet waar je over de pas moet, maar de weg van je punt waar je staat tot effectief de pasovergang is soms echt wel zoeken hoe dat je er moet geraken. En ook bij deze hebben we heel veel moeten zoeken van waar is de weg nu, want er waren heel veel landverschuivingen geweest. Dus de GPX was enkel een grove manier van je moet in die richting, maar veel meer dan dat eigenlijk niet. Goed, ik kan daar nog heel veel over vertellen. Dat is misschien ook nog een mooie foto. Dat is een van dat is het Zarashkul Lake, ligt op 4500 meter hoogte. En volgens een van de toeristische gids, een van de mooiste meren van Centraal-Azië. Heel indrukwekkend op die hoogte. Prachtige foto's uiteraard. Dat was het. Zo een beetje over Tajikistan. Ik hoop dat ik jullie een beetje warm heb kunnen maken. Ja, ik heb meer info, vooral praktische info, vind je inderdaad ook op de landenpagina van Tajikistan, op de website van Hiking Advisor. Dankjewel, Annelies. Misschien zijn er wel wat vragen. Hè? Ik denk dat de sprekers zeker aanwezig zijn om ook wat vragen te beantwoorden. Dus als er mensen vragen hebben, je mocht ze live stellen of via de chat. Als je ze live wilt stellen, steek even je handje op. En dan kan je misschien ook best zeggen voor welke spreker het is en welke bestemming. En dan kunnen ze wat vragen beantwoorden. Niet allemaal tegelijkertijd. Hou je zeker niet in. Geen vragen. Is iedereen in slaap gewiegd? Goeie, Annelies, ik hoor je niet meer. Ja, ik zie daar een vraag van Elke precies over de temperaturen. Het was heel verschillend. We zijn geweest in de zomer van 2018 en 2019. In 2018 was het een heel warme zomer. En hebben wij eigenlijk heel vaak bij temperaturen van begin de 20 graden in de hoge bergen rondgelopen. Het jaar daarna, in 2019, was het een stuk guurder. Dan was er ook heel veel wind, een stuk kouder. Maar nog altijd wel aangename temperaturen. We hebben eigenlijk de grootste deel van onze tochten kunnen wij echt wel doen in short en in t-shirt. Behalve de wind maakt het heel guur soms, maar over het algemeen heel aangename temperaturen. Zijn er nog vragen? Ik heb nog een vraag voor Bart. Bart, bevoorrading van water. Hoe flikt je dat altijd in de Toubkal-regio? Vooral sneeuw smelten en filteren. Als het kon. Ofwel in de dorpjes, maar je moet er niet op rekenen dat je hebt wel echt een waterfilter nodig. Je moet er niet op rekenen dat je veel water tegenkomt onderweg. Buiten sneeuw. Hè. Soms in de lager gelegen stukken
Maar ja, het hangt er een beetje vanaf. Je moet eigenlijk dag per dag kijken waar je komt. Het is niet elke dag mogelijk om. Dus je moet je wel voorzien. Of het een beetje plannen, minstens. Alright, merci. Ik zie daar nog een vraag rond Albanië. Het is ook al even geleden natuurlijk dat we in Albanië geweest zijn. Intussen is er ook al wel de Peaks of the Balkans route die daar ontwikkeld is. Aan een grensoverschrijdende route met Kosovo en Montenegro. Ja, tips. Ze zijn Oudjurus ook goed in de gaten. Daar hebben wij even een probleempje gehad dat een van onze rustzakken gestolen was. Terwijl dat we een middagdutje deden in de Bern. Een hans verhaal. Dus als je dat wil weten wat er gebeurd is, ik zou zeggen, lees het verslag. Maar het is eigenlijk ja, een heel mooi gebergte daar in het noorden van Albanië waar we geweest zijn. Ja, ook stevig, heel veel hoogteverschillen. Ja, het hangt eigenlijk een beetje vanaf wat je precies wilt doen. Of dat je daar een korte tocht wilt doen of een lange. Ja, ik zou zeggen, de Peaks of the Balkans zal het interessantste zijn om, eigenlijk, om dat uit te pluizen. De grensovergangen zijn daar al een beetje lastig. Dus het is wel handig als je daar een lokaal bureau... Ja, Patrick. Ja, een lokaal bureau aanspreekt om die grensovergang voor u te regelen. Ik denk dat dat op dat vlak... En ik denk dat er ondertussen ook al wat het een en het ander is veranderd, ook naar de overnachtingsmogelijkheden toe. Het is absoluut de moeite waard om die regio te bezoeken. Dus ik zou het zeker wel aanraden. Voilà. Ik heb misschien wel nog een aanvulling, een beetje algemeen, rond de gevorderde tocht, hoe je dat moet interpreteren. Ik denk dat iedereen voor zichzelf een beetje moet uitmaken hoe gevorderd dat die al is. Je hebt eigenlijk verschillende gradaties. Waar je meestal mee begint, denk ik, de meeste onder ons, begin met één, met wegwijzer routes, hoe dan ook. Die je ook in verschillende moeilijkheidsgraden hebt. Hè. Je hebt de beginnersroute, maar dan als je één keer naar de bergen gaat, wordt het al wat steviger terrein. Ik denk dat het echt belangrijk is om daar eigenlijk al genoeg tochten gedaan te hebben. En gewoon goed bewegwijzen de routes waar je niet te veel moet nadenken over navigatie. Maar dat je echt alle soorten terreinen met je gehad hebt. Dat je weet wat dat blokken terrein is. Dat je weet wat dat een puinhelling is. Dat je weet dat, hoe dat steen gedaan enzovoort is. En dan, als je zegt van... Ik doe dat super graag. Ik vind het echt tof. En ik kan ondertussen ook al een beetje kaart en kompas gebruiken. Is dat nog niet zo? Kun je altijd cursus kaart en kompas ook volgen bij Hiking Advisor of een andere club van de federatie. GPS ook. Leren ook werken met GPS. Dan kun je eigenlijk zeggen van oké, dan kunnen we echt de route nemen. Bijvoorbeeld in Tajikistan of Kirgizië of de Lingen Alpen. Of zelfs Marokko, ik wist ook niet dat het niet bewegwijzerd was. Alleen dat je eigenlijk zegt van kijk, ik kan echt... Ik heb zowel de wandelbagage, ik weet wat soort terrein dat zijn en ik voel me daar goed in. Als de navigatie dat je kunt doen, dan zit je klaar eigenlijk om te zeggen van kan ik hier een moeilijkere tocht doen, waar die twee samenkomen, waar je zelf je route moet vinden, of dat je... Dat niet zo gemakkelijk is om te volgen. Dus voor de mensen die zo nog aan twijfelen zijn van is dat hier al mijn ding? Ik zou zeggen, zorg ervoor zeker dat je genoeg ervaring hebt. Voordat je eigenlijk echt buiten de baan, op ongebaand terrein op stap gaat. Jan vraagt, liggen vergelijkbaar met Cape Wrath? Ja, ik heb natuurlijk Cape Wrath nog niet gedaan. Ik denk dat het vergelijkbaar is waarschijnlijk van, ook qua navigatie en allemaal. Maar het is wel bergachtiger. Naar mijn aanvoel, ik ken Cape Wrath niet perfect, maar op basis van wat ik zo van informatie ken, kijk even naar Yannick. Yannick heeft wel een stuk gedaan? Of? Nee, maar ik schat het wel in zoals je het omschrijft, inderdaad. Ja. Het is heuvelachtiger Cape Wrath. Cape Wrath volgt meer de valleien. Oké, je gaat over kammen, maar ik denk dat de Lingenalpen het hoogteverschil aanzienlijker is. Dus het is sneller 1000 meter stijgen aan één stuk of een paar 100 meter, terwijl Cape Wrath 300-400 meter stijgen in één stuk meestal het maximum zal zijn. Ja. Zal misschien wel af en toe iets meer zijn, maar bij de Lingen Alpen gaat je sneller die grotere hoogte verschillen. Ja, het is nog niet... Ik weet niet dat er veel dagen van meer dan 1000 in zaten. Allee, tezij dat we het echt gezocht hebben, denk ik. Het zal inderdaad, maar het zal geaccidenteerder zijn. Dus, ja. Voordat we die volgende vraag beantwoorden, misschien toch ook nog even meegeven de weersomstandigheden. Hè. Als je inderdaad die routes doet die bewegwijzerd zijn, ja, in zomerse omstandigheden is dat ideaal. Maar als je dan een gevaarlijker terrein gaat opzoeken, dan is het vaak ook leuk om te weten van ik kan ook een route in minder goed
goede weersomstandigheden volbrengen. Want dat weegt toch wel wat. Mentaal, fysiek, concentratievermogen in slechte weersomstandigheden navigeren vergt heel veel energie. En kan soms wat stress veroorzaken, zeker in technischer terrein, ook al is het bewegwijzerd of is het een goed pad. Maar zo gauw er blokkenterrein is en het is bewegwijzerd, ja, in slechte weersomstandigheden vergt dan nog altijd veel meer energie. En als je nooit slecht weer hebt gehad en je gaat dan een gevorderde tocht doen, technische terrein of grotere afstanden, desolater gebied, en daar komt nog eens een saus over van slechtere weersomstandigheden, ja, onderschat die impact niet. Maar aan de andere kant, ja, als je eens een paar keer zo'n ervaring hebt gehad, dat is een zeer leerrijke ervaring. Cursussen, navigatie bij Hike Advisor, ja, er komt nog een kaart en kompas weekend aan. Het is wel niet de data die nu online stonden. We gaan het moeten verzetten door omstandigheden. Maar het gaat tegen de zomer aan toch georganiseerd worden. Ja, een GPS hebben is één zaak. Ermee kunnen werken is inderdaad een andere zaak. Er zijn een aantal bergsportclubs die daar zeer goede opleiding over geven. Ik denk Alpigo, ik denk dat ik daar regelmatig vermeld ook in de opleiding. Ze zijn zeer goed in het opleiden van Garmin. Of GPS in het algemeen. De bedoeling is dat je je eigen GPS meepakt of een van hun leent. En dat je dan echt de tips en tricks meekrijgt hoe dat juist gebruiken. Want goed materiaal is één ding, zoals ik zei, maar het kunnen gebruiken is ook een ander. Het is niet omdat Debbie met stijgijzers in die sneeuw wandelt, dat als je de stijgijzers hebt, dat je meteen weet hoe je met die stijgijzers moet stappen. Stijgijzers zijn ook heel gevaarlijk voor in je eigen been te stampen, per ongeluk, omdat je blijft hangen met een haaksje en voor je het weet heb je een gapende wonden. Dus onderschat niet het materiaal dat je meepakt. Gebruik enkel dingen die je weet hoe dat je die moet gebruiken. Voilà. Zijn er nog zaken, vragen die leven? Misschien is het... Ja, ik zie hier juist een vraag binnenkomen. En geven jullie opleidingen over wandelen in onverwachte sneeuwgebieden in de zomer? In de opleidingen cursus zelfstandig bergwandelen, daar geven we sowieso de theorie mee over wat doe je in bepaalde sneeuwgebieden in zomerse omstandigheden. Bijvoorbeeld aan een noordflank waar sneeuw is bijeengepakt, dan kan je een traversé moeten doen of moet je een afdaling doen door sneeuw. Dat geeft ook valtechnieken. Natuurlijk, sneeuwgebieden, ja, uitgestrekte sneeuwgebieden ga je zelden vinden in de zomer in de Alpen. In Noorwegen kan je dat wel vrij diep in de zomer nog tegenkomen, zeker in Scandinavië, Noorwegen, Zweden, Finland ook. Maar goed, dat is dan heel specifiek. Het is een onderdeel in de opleiding zelfstandig bergman. En de stagegebieden zijn er een beetje op gericht dat we toch eens valtechnieken kunnen simuleren en dat we toch een aantal praktijkoefeningen kunnen doen. Maar dat is niet dat je 5 uur in de sneeuw wandelt. Hè. Dat is meestal maar een klein stukje van een half uur of een uur of een paar uur, maar nooit hele dagen. Want dan is het eigenlijk geen zomerse tocht meer. Dan is het eigenlijk een alpine tocht. En dat is niet de focus van onze bergwandelopleiding. Lawinetraining voor in de winter is een heel... Je kan lawines hebben in de zomer, maar die komen heel anders tot stand dan in de winter meestal. In de winter, Debbie kan dat zeker heel uitvoerig vertellen. Ze geeft daar ook de opleiding rond. Daar is het vaak de manier waarop de sneeuw samenpakt. Terwijl in de zomer is het eerder het smelten van de sneeuw, de ondergrond die eventueel verzakt, massa, ijsmassa die samengepakt is en die door het smelten of door het gewicht toch loskomt. Dus het is een andere aanleiding. Lawinetraining voor de zomerse lawines, ja, die zit eigenlijk anders in elkaar. Ja, en dan wordt er meestal minder aandacht aan besteed. Het is inderdaad eerder van hoe gaan we over een sneeuwveld dan... lawines kunnen voorkomen, zeker als je in juni bijvoorbeeld op stap gaat. Ik denk dat het lawinegevaar soms hoger is dan dat je zelf inschat. Maar er is er ook geen berichtgeving meer rond. Dus dat is soms wel het lastige, denk ik. Nu, lawinetraining zelf, ja, ook daar. De aandacht is dan vooral van het leren begrijpen hoe een lawine ontstaat. Wat er al factoren zijn die het lawinegevaar verhogen. En hoe je omgaat met lawineuitrusting. Maar dan eigenlijk in de veronderstelling dat je met sneeuwschoenen op stap gaat. Dus denk, als je echt wil weten van hoe dat gewoon een sneeuwveld oversteekt, dat je beter een cursus zelfstandig bergwandelen volgt, waar ze dan ook liefst in de praktijk ook echt een sneeuwveld zien. Dan moet je het gewoon doen, vind ik, eerder dan echt de opleiding volgen.
Het is gewoon een praktisch gegeven dat je moet leren mee omgaan als je vroeg in het seizoen op stap gaat. Zijn er nog vragen? We zijn er om vragen te beantwoorden. Dus als je met iets zit, smijt het maar in de chat. De cursussen zelfstandige berghonden, ja, meestal zijn die in de vakantieperiode, omdat dan ook de vrijwilligers meestal ook vakantieperiode hebben van hun werk of omdat het goed uitkomt. En we houden er ook een beetje rekening mee dat de deelnemers meestal in die periodes vakantie nemen. Er zijn af en toe wel ervaringstochten buiten de vakantieperiode, die ga je er vaker vinden, maar de cursussen zijn meestal in de zomerse vakantie. Dus meestal... Soms gebeurt het wel eens in juni al, maar meestal is het van midden juni tot midden september dat de stages gegeven worden. Ook om de leeromstandigheden in de bergen optimaal te houden. En hoe beter de weersomstandigheden, hoe aangenamer het is om les te geven als je moet stilstaan in slecht weer en lesgeven. Ja, dat is niet zo evident. Is het toegestaan om een hond mee te nemen? Eigenlijk niet. In de meeste gevallen is het zelfs in natuurparken verboden, omdat ja, wij als mensen hebben al impact op de natuur. Wij verstoren de natuur, het leefmilieu van dieren al. En gecombineerd met een hond is dan nog een extra factor. Dus dat proberen we toch ook. We vermijden dat door de opleidingen. Die zijn voor mensen, die zijn niet voor gezinnen, die zijn niet voor mensen met honden. Die zijn echt voor individuen of voor koppels. Maar ja... De antwoord is daar nee op toegestaan om de hond mee te nemen. We begrijpen die vragen, we krijgen die regelmatig, maar zowel opleidingstechnisch als naar veiligheid toe is dat niet altijd ideaal. Een sneeuwpassage met een hond, ja, dan moet je die ook gaan zekeren. Dat is niet zo evident. Debbie, een vraag voor jou. Staat er dit najaar ook nog een instructor mountain walking en trekking op het programma? Dus de instructoropleiding. Nee, de opleiding wordt eigenlijk tweejaarlijks georganiseerd. Er is nu eigenlijk een opleiding aan de gang, die in oktober is gestart, die dan afloopt na de zomer. En ja, dan gaan we verder met het wintergedeelte en dan beginnen we terug met de cyclus van het zomergedeelte. Dus het is, als je wil voorbereiden, is het belangrijk dat je gewoon nu een beetje nieuwe skills probeert eventueel op niveau te krijgen. Dat je werkt aan die kennis rond weerkunde enzovoort. Dus denk te zeker, of aan je palmares. Dus de informatie staat wel online rond de palmaressen enzovoort. Mocht je altijd een mailtje sturen. Ik zal mijn mailadres hierin zetten. Dan kan ik je wat informatie bezorgen. Dan kunnen we nog op die manier elkaar contacteren. Misschien ook leuk om te weten voor de mensen die interesse hebben om instructor te worden. Binnen Hiking Advisor voorzien we eigenlijk een soort van aanlooptraject om een aantal testen, een aantal zaken op voorhand alles te doorlopen. Zodat je ook heel goed weet waar je aan toe bent. En we dagen nu fysiek uit, maar we gaan ook een beetje helpen om de skills verder te ontwikkelen in functie van de ingangsproeven. Een beetje een try-out om jezelf te testen, zodat je nog weet wat je leercurve is die je moet doorlopen om klaar te zijn voor de ingangsproeven. We geven ook wel een beetje advies rond palmares, maar Debbie zal dat ook sowieso doen als je haar daar een mailtje over stuurt. Dus, voilà. Alright. Als er nog vragen zijn? Ja. Ja, wij doen ook inderdaad tochten met onze kinderen. Ja, Bart, misschien ga ik u eerst uw ervaring laten delen. Ja, ik kan er redelijk kort van zijn, want ik heb ze altijd meegenomen van redelijk kleins af aan. En ze zijn nu 13 en 16 en ze willen niet meer. Dus dat uitdagend gedeelte, dat is spijtig genoeg aan mij voorbij gegaan. Of aan hun. Maar, dat is inderdaad spijtig. Ja, maar ik zou zeggen, vanaf dat ze er klaar voor zijn, misschien dat Jannik er meer info kan overgeven. Het varieert. Het is ook, als je als gezin gaat, zit je niet alleen met het kind bezig, maar ook met elkaar. En het is niet onbelangrijk om te weten van wat vinden de rest van de gezinsleden leuk. Ja, mijn zoon vond het gewoon leuk vroeger om in de rugzak te zitten. En op een bepaald moment zaten we in Wales in een storm. Mijn vrouw die waaide bijna weg. Ik had mijn zoon op de rug. En mijn zoon die zat gewoon te gibberen de hele tijd op mijn rug, omdat hij dat geweldig vond, dat gefladder van de wind en van die rugzak. Die was toen... Een jaar en een half, denk ik. Maar hij is dus ook altijd mee geweest van lichte tochten tot heel gevaarlijke tochten, volgens sommige gevaarlijke tochten.
Als je dan iemand ziet passeren die zegt, you're crazy, you're taking your kid on this route, ja, dan heb je zoiets van, oké, valt eigenlijk wel mee. Het is gewoon een perspectief, hè. Wat is uitdagend, wat is gevaarlijk? Hoe meer ervaringen als gezin, als individu en als koppel hebt, ja, hoe gemakkelijker het is ook om het risico voor het kind in te schatten. Bepaalde tochten, dan beveiligden wij hem echt aan een touw met een soort harnas, integraalgordel. Ja, terwijl dat gewoon bergwandelpad was, maar we wilden niet riskeren dat hij uitgleed en naar beneden totterde, dus dan hing hij aan de lijnband. Dus dat varieerde. Ik moet wel zeggen, mijn zoon die verwacht nu al gevaarlijk terrein, klauterpartijen, want voor minder komt hij ook niet meer mee en die is ondertussen 9. Dus in Corsica bijvoorbeeld, dat vond hij oké, dat was aanvaardbaar. Waarom? Die kilometers die waren niet te groot, die hoogteverschillen waren niet meer dan 800 meter per dag, soms net iets meer of net iets minder. Maar vooral, er zat wat klauter bij. En er was maar avontuur, af en toe eens met een touw kunnen spelen, met een gordel mogen aandoen om gewoon wat te rappellen op een rots of zo. Dan vindt hij het leuk. Wil bivakeren? Dat is evident. Dus allee, dat is een beetje de ervaring die je kinderen aanleert, maar het risico is altijd... Als ze dan zoveel ervaring opdoen op jonge leeftijd, dat ze op een leeftijd komen van 12, 13 jaar, dat ze bij de Giro en de Scouts komen en dat die zeggen van ja, we gaan op tocht. En dan denkt hij van, wat is dat hier? Wij gaan hier op asfaltwegjes wandelen. Nee, deze is niks voor mij. Dus je moet dat goed inschatten. En vooral goed bevragen en samen de route maken, dat zorgt ervoor dat ze toch nog iets langer meegaan, want het is toch ook een beetje hun projectje. Maar het is wel soms een uitdaging om ze te motiveren om nog mee te gaan. Maar goed, dus dat herken ik, Bart. En die van ons zijn 9, dus 8 tussen. Ja, ik zie hier iets van... ik organiseer jaarlijks een uitdagende huttentocht. Ja, Koenslede in de zomer, moet je rekening mee houden, is heel druk belopen. Er zijn wel wat hutten. Maar goed, die zijn ook heel druk bezet, maar het voordeel is wel dat je kunt reserveren, dus dat is ook wel interessant. Goed weer, ja, in het beste geval wel. In sommige situaties is het te heet. Er zijn heel veel muggen in de zomer ook, zeker in de Koenslede, omdat het een heel drassig gebied is. Zeker in de bosrijke stukjes op de flanken heb je er ook wel last van. Maar het kan daar ook wel heel nat zijn. Maar goed, het is zeker in de zomer iets te doen. Met kinderen, ça va, maar ik weet niet hoe oud de kinderen zijn. Als ze ja, ouder als 10 zijn, dan kun je wel, denk ik, serieus dagtochten doen. Maar als ze jonger zijn, is het wel een intensiever terrein. Dat 3 tot 16 jaar oud, ja. Die van 3 jaar, die gaat natuurlijk iets minder goed een doorwading kunnen doen. En die gaat je nog kunnen helpen. Maar meestal zullen er wel bruggen liggen in de zomer. Maar als je bijvoorbeeld in juni gaat, want ik ben ooit in die periode daar geweest. Ja, dan is dat wel een heel ander verhaal. Want dan is er soms nog te veel sneeuw, liggen er nog geen bruggen. En dan moet je wel effectief doorwaden. En dan is dat toch wel een risico met een 3-jarige. Zeker in dat gletsjerwater of voor het smeltwater van de sneeuw. Die van 16 jaar, prima, hè? Geen probleem. Maar ja, die van 3 jaar die gaat zelf al willen stappen, ga je ook niet altijd kunnen dragen als die dan eens moe is. Dus dan moet je wel afwegen van hoe gaan we met die jongste kids omgaan. Want de afstand is voor die 16-jarige dan eigenlijk peanuts. En dat gaat over een paar kilometer. Terwijl die 3-jarige dat misschien wel als een zeer uitdagende tocht heeft. Dus ook opletten met de anatomie. Hè. Te grote afstanden voor die jonge leeftijd. Die klagen misschien niet meteen, maar die gewrichten kunnen wel overbelast worden. En dan krijg je blessures op latere leeftijd. Dus niet onderschatten. Tot een jaar of 10 hebben ze eigenlijk te weinig stevig kraakbeenvorming. En kun je toch vrij vroeg letsels creëren die je pas later opmerkt. Dus aandachtig voor zijn. Ja, Svanesië, ja, dat is eigenlijk het meest toegankelijke gebied, denk ik, in de Hoge Caucasus in Georgië. Nu, als je ja, inderdaad spreekt over hele... jonge kinderen, ja, de hoogte speelt daar ook wel zeker een rol. Dus daar moet je wel aandachtig voor zijn dat dat misschien niet ideaal is, omdat dat eigenlijk al grotere hoogte is. En de hoogteverschillen zijn ook niet te onderschatten. Dus ik denk voor oudere kinderen vanaf 12 jaar misschien wel, maar jongeren ook dat nog niet doen. Ja, zit daar ook, als er iets is met die kinderen, ja, het is Georgië, het is niet Noorwegen of Frankrijk. Dus zelf zou ik daar geen grote fan van zijn, maar ja, het wordt gedaan. Ik heb ook geen kinderen, dus ik kan dat zelf niet zo goed inschatten.
Maar je kunt het wel is een stevig gebied. Ja. Dat is een ja. En ook de lodges onderweg, allee, dat zijn zo van die guesthouses. Ja, dat is eigenlijk heel basic. Allee, ja. Dus het is zeker niet de luxe als dat je misschien kent in de hutten. Tenzij je met de tent zou gaan, maar allee, ja. het is zeker niet de luxe als in West-Europa. Dus dat is ook wel iets misschien om mee rekening te houden. Dat kan tegenvallen en met kinderen dat misschien ook niet zo leuk is. Maar... Een beetje EHBO-kennis kan altijd helpen. Hè? Zowel voor de ouderen als voor de jongere kids. Hè? De 16-jarigen die vol testosteron of hormonen enthousiast over de rotsen lopen en zich dan misstappen, die gaat je soms ook moeten verzorgen. Terwijl die een 3- of 4-jarige, ja, die gaat niet altijd uitgelegd krijgen waar die last van heeft. En dan is het belangrijk om een beetje anatomie en een beetje EHBO te kennen. En ja, daar kun je cursussen rond volgen of dat kan je zelf ook studeren. Via boeken en via filmpjes online. Er is heel veel online te vinden. Dus dat helpt wel om je voor te bereiden op zo'n tochten in desolater gebied. Om een voorbeeld te geven, we zaten ooit eens in Zweden op ongeveer 2 dagen van de bewoonde wereld. Onze zoon kreeg uitslag, die kon toen amper praten, die kon geen volzinnen maken. Hij was toen nog 9 maanden of 10 maanden, denk ik. En ja, dan sta je daar. Hè. Gelukkig hadden we een smartphone bij, was er bereik en konden we een foto doorsturen naar de dokter, de huisdokter. Die heeft ons geadviseerd en ja, het was opgelost. Hè. Dat zijn dingen, daar moet je een beetje vooruit denken. Wat in de beste omstandigheden, wat in de ergste omstandigheden. Goed, Hardanger Vida is ook tof met kinderen, maar wel rekening houden ook weer in de zomer met veel muggen. En ook toch een beetje opletten met navigatie in de mist. Kan toch wel, hoe zou ik zeggen, belangrijk zijn om de GPS mee te pakken om de kinderen gerust te stellen dat je nog weet wat je doet. Want het is een zo open landschap, een zo desolaat landschap op sommige plekken, dat het wel belangrijk is om vertrouwen te geven aan de kids. Zeker de combinatie hutten-tent. De luxe van de hutten is daar super. Maar de tent, het desolate landschap, geeft ook een zo vrijheidsgevoel. Ja, dat kun je op weinig plaatsen in de wereld zo ervaren. Dus zeker de moeite. Zijn er nog vragen? Shoot. Als dat niet zo is, dan zou ik zeggen, deel uw eigen ervaring. Hè? Want wij hebben nu heel wat kunnen teruggeven. Dat is ook omdat wij heel wat informatie in het verleden van anderen gekregen hebben, geïnspireerd zijn door anderen, elkaar soms geïnspireerd hebben, zoals Debbie met haar website, of Bart met zijn mooie blogverslagen. En ja, je kunt die gewoon insturen. Je mocht ook altijd aangeven van, oh, ik zou graag ook wel eens meedoen aan zo'n webinar over tochtbestemmingen. Elk jaar proberen we dat te doen, om in het voorjaar wat mensen te prikkelen. En ja, dat zou heel tof zijn als onze community zelf ook zichzelf actief presenteert om teamtjes te vertellen over een bestemming. Ik denk dat dat vrij vlot opgezet wordt elke keer en we ondersteunen dan heel vlotjes om die slides op te maken. Dus is het zeker welkom om uw eigen ervaringen ook eens te delen. Dus voilà. En voor de rest zou ik dan zeggen, happy hike. Maar voordat we dat zeggen, zou ik ook nog heel graag mijn sprekers van vanavond bedanken. En jullie voor jullie aanwezigheid. Dikke merci allemaal. Dikke merci om me toe te lichten. De research toch nog een beetje te doen in jullie archief. En vooral aan de anderen om te luisteren en interessante vragen te stellen. Hopelijk tot ergens in de bergen. En anders op een van onze activiteiten. Nou, een fijne avond.